helemaal nieuw op de markt, de Yellow Burger van Cheese Rebels. Verkrijgbaar in 4 verschillende soorten. We maken er vandaag bites mee, die je kunt serveren bij bijvoorbeeld een feestje. Straks gaan we de burgers in 4 snijden en dan geven we elke kwart een prikkertje met iets erop. Wist je dat de Yellow Burger gemaakt wordt van echte kaas naar goudse receptuur? We hoeven geen vet of olie te gebruiken in de pan voordat we de burgers gaan bakken. Dus dat is ideaal. We gebruiken nu geen grillpan, dat kan overigens wel. We gebruiken vandaag de koekenpan. Hij is ook ideaal voor op de barbecue. En je zal het zo zien, deze burgers smelten niet. En dan gaan we ze netjes in 4 snijden. Feestje op de plank.